dames en heren, de Positivo's. Feest. Is het niet heerlijk om juist vanavond in dat rijk der levenden te zijn? En ja, dit is nog maar het begin, mensen. Want binnenkort betreden wij allemaal het rijk der doden. Dus laten wij hopen dat deze avond zo snel mogelijk omvliegt. Des te eerder zijn wij daar weer een dagje dichterbij bij het rijk der doden. Want wij als Positivo's liggen elke avond juichend in ons bed. Is dat juichen wat jij doet, joh? Ik dacht dat dat meer snurken was. Nee, dat is juichen. Dat is zo van... Ha, ja, juist, want de B van B omroep is de B van blijdschap, mensen. Hey. En die blijdschap die zit niet in je portemonnee. Die blijdschap die zit niet in de fles. Of die nou zo groot is of zo'n lijp klein flesje. Die blijdschap die zit in je eigenste knijter. Want is de knijter vrij... Dan is de mens pas echt blij. En andersom. Ja, mensen. En er is weer een nieuw Reli-lied uit onze knijterrommel. Hoe bestaat het? En dat die blijdschap overkomt, dat ziet u aan onze begeleidingsgroep. De voormalige populaire popgroep Doe Maar. Die van de ene dag op de andere als door een wonder blij is geworden. Kijk ze daar eens staan. En zij hebben geleefd als... Dat hebben wij allemaal kunnen lezen in de story, de privé en de weekend. Welke beesten zij waren. Want Henny Vrinten, zeg nou zelf. Jij liep toch eigenlijk alleen maar je weet wel achterna. Juist! Maar dat doet hij niet meer, dat doet hij niet meer. Ernst Jans, jij wou toch eigenlijk maar dat, ik zal het maar niet zeggen, zo snel mogelijk viel. Hé? Wil je ook niet meer? Wil je ook niet meer, dames en heren. En onze beide Jannen. Jan Hendricks en Jan Pijnenburg, die dachten ook dat ze het leven wel door konden zonder blije bril. Dat ze dat helemaal niet nodig hadden. Denk er nou wel anders. En kijk eens hoe onze dames erbij staan, dames en heren. Als ik u nou toch vertel dat dezezelfde dames vroeger gewoon in het openbaar over straat gingen zonder BH-houder aan, is gebeurd. Maar als je van binnen blij bent... Dan ga jij er van buiten vanzelf anders uitzien. Ziet u wel? Ja, mensen. Daar gaan wij van getuigen. Ja, mensen. Wie blij is, bestaat. En als u zegt, al die blije mensen op dit podium, hoe bestaat het? Dan zeggen wij, hoe dat kan, zullen wij vanavond voor u zingen. Of hij bestaat, kan niemand zeggen, maar dat jij bestaat, staat als een huis, dat hoeft geen dominee of paus mij uit te leggen, want schat dat jij bestaat. Staat als een huis.
zonde is wat ik met jou bedrijf. Ik luister daar niet langer naar, ik luister naar mijn lijf. En wanneer ik jou daar zo zie staan, zo met je mooie neus en enkel nadanskleren aan, dan word ik religieus. De vraag of hij bestaat of niet, mensen, doet eigenlijk niet ter zake. Want zolang jij bestaat, mijn schat, staat één ding vast. En daar heeft geen ene kerk een jota mee te maken. Jij bent de pot die onder al mijn deksels past.